Holy shit. Waar, waar, waar? Loop, loop, loop. Kijk, what the fuck? What the fuck? Check, check, check. Die kloonhoofd. What the fuck? Er is zo'n gordijn. Ik zweer je, dat is zo gestoord, ding. Hier met vandaag, holy shit, een nieuwe vlog. Ik ga proberen elke maandag speciaal voor jullie te vloggen. Ik ga wel één dagje vinden in de week waar ik vrij ben en waar ik dan een hele dag iets speciaal, iets leuk, iets vet ga doen. Natuurlijk heb ik gezegd tegen jullie dat ik niet ga vloggen als ik niks nuttig doe. Dus vandaag, ja, doe ik weer iets speciaal. Maar ik ga jullie nog niet zeggen wat. Ik houd een beetje een verrassing. En ja, het is weer een verre reis. Het is niet Antwerpen, het is niet Denemarken, het is niet New York. Jullie zien allemaal waar ik ga. Ik ga nu naar het station. Ik ga proberen, als ik buiten vlog, de wind weg te knippen in Audacity. Want ik weet dat het kut is. Dus ik zou zeggen, let's do this. We zijn hier dus aangekomen in de krotste stad ooit. Die dude zei dat Mechelen mooi was. Echt fucked up. Ja, vertel maar iets over je hometown. Ja, dat sukt hier. Ik wil dood. Mannen, waar zijn we? Oh. Mannen, waar zijn we? We zijn bij mijn vorige school. Hier woont dat hoer. Ja, nu ben ik hier rechts onderaan. Jongen, je hebt mij hier alleen achtergelaten. Ryan's punten waren te goed en hij is van school moeten veranderen. Ja. Dus, ja. Ik denk dat ze zelf ook niet weten waar de McDonald's is. Want we lopen hier echt al super lang door kleine straatjes waar niemand is. Dus ik hoop dat die dudes weten waar de McDonald's is. Nee. Ze zeggen allemaal rare dingen. Van ja, we zijn nu hier en daar en dan daar. Maar ik snap er helemaal niks van. Ik ben hier nog nooit geweest. Maar ja, het ziet er wel leuk uit. Ja, zeker toch wel. We hebben een vette plek gevonden, een soort van verlaten museum of zo. Die dudes zeggen dat toch. Het kost fucking, weet ik veel, fucking lang om daar te geraken. Maar het ziet er wel vet uit. We hadden een beetje ouwehoeren, zombie-apocalypse na doen. Het gaat wel vet worden. Maar eerst naar de McDonald's. Ik snap niks van heel deze stad. Dus ja, let's go team! Ja, ik heb nu zeggen dat ik mijn pad. Ja, dan. Ik heb een kwartijn uit. Weet je wat we doen? Ja, we spreken deze vakantie met jezelf, want we doen anders. McDonald's! Nee, maar. Zilverpunt, zilver. Verbeter onder. En, mannen! We zijn hier dus in de McDonald's met Bob, Ryan, iPhone, Cheese Supreme, McFlurry. En ze gaan wij naar de verlaten locatie. Nathan, hè? Die had dus een McFlurry gegeten. En ik zei, ja, haal er eens één voor mij. En die riep hij gewoon af met zijn leven. Dus wat ga ik doen? Die uit aan me volhalen. Wat vind jij daarvan? Ik ga die direct uit aan me volhalen met mijn leven. Ja. Oké, okay, ja. Allee, ja, nee, ja. Like de video. En dan stuur ik een McFlurry op naar je huis. Let's go. We zijn nu in Ryan zijn kamer. Dat, hier worden de Unagi's filmpjes gemaakt. Holy shit, zijn kamer is echt fucking klein. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar hier is de ene muur. En daar is de andere muur. En daar is Quinter. Ja. Oh man, ze van Unagi's. Ik ben Unagi's. En holy shit man, zijn kamer is echt klein. Internet maakt alles groter in dat sfeer. Als je piemels ziet op porno. Unagi's, hier. En van daar. Mike. Like al maar. We zijn dus nu een Skypertje aan toe met Alex. Alex, zwaai een keer naar de camera. Hallo, dat is Alex. Alex staat in aanbevolen bij mij. We zijn hier aan het even aan het chillen bij, ja, bij Alex, achter zijn computer, achter bij Ryan. Het is fucking raar. Ryan's computer is super sloom. Ja. Zometeen gaan we naar Bof's huis. En daarna gaan we naar het speelgoedmuseum. Daarna gaan we naar het speelgoedmuseum. Dus we gaan nu nog even vloggen. Cameraception. Er is cameraception, want jullie zien mij zo hier zo. En Alex en ik en... Ja, wat fuck dat. We staan hier op het dakterras van Ryan's appartement. Ryan. Quinten. We staan hier dus op het dakterras. Echt fucking nice. Dat is zo, ik weet niet. Dat staat echt hoog. En je loopt hier op zo shit. En dus dat zakt zo een beetje mee met je voeten. En dat voelt echt raar. Het is echt raar, maar het voelt wel goed zo. Vloggen in de lucht. We zijn hier nu dus in een nieuw huis. En ik denk dat jullie aan dit wel al kunnen zien waar we zijn. Als jullie natuurlijk de YouTuber ook kijken. We zijn in het huis van...
Oh. Het is eigenlijk fucking vet, maar ik ben gewoon jaloers. Of heeft een aparte kamer om video's te maken. Hier zo, met de computer. En daar is zijn slaapkamer met bed en zo. Bij mij is dat gewoon bed, computer. En ik doe alles, ik fap, ik doe alles in die ene kamer. Maar hier is dat wel fucking vet. Ryan eet in een kleerke. Tijd jongens, we hebben allemaal een krop. We gaan nu naar het verlaten speelgoedmuseum. Ryan zegt dat het daar spookt. Ryan, ik heb een krop, heb jij een krop? Ja, dat denk ik zo. Ryan gaat ook filmen voor op zijn channel. Ik weet niet of dat die video al op zijn channel staat. Maar check die zeker. De kanalen van Quinten en Ryan staan in de beschrijving. We gaan proberen een beetje chille dingen te doen daar. Het wordt vet. We gaan er nu naartoe. En in 3, 2, 1 staan we in de ingang. 3, 2, 1. Oh, holy shit. We do this like right now. Like we do this now. Ik weet niet wat Ryan ons naartoe heeft gebracht, maar ze breken wel alles af. We zijn hier in een random plek. Ja, ik weet echt niet wat we hier doen. We zijn hier allemaal kleine kindjes. We zoeken geheime doorgangen om door te gaan. Zoals nooduithangen en speciale deuren. Maar we weten echt niet waar we zijn. Dus ja, we blijven gewoon doorgaan. Let's go. Mannen, het is nood dat wij de nooduitgang gaan gebruiken. Nooduitgang. Nooduitgang is het, mannen. Mannen, nooduitgang. Mannen, werken. Let's go. Let's go. Hoi, Nico. Holy shit. Sneaky, ik naar nooduitgang. Oh, cool. Harry Potter heeft een potlood. Dat potlood neem ik mee naar huis. Merci Harry Potter en Hagrid. Dunne pof, druk nog een blokje. Daar duwt Ryan een blokje op de... Stop niet. Wauw. Kijk, dat is echt zo de dikste troll. Dat is hier het voske. En dat is hier volledig afgebakend. Dus ik denk niet dat de bedoeling is dat je erin zit. En eerst staat Ryan hier random in drank te pakken voor ons. Dus ja, we gaan hier iets drinken. Mijn naam is Acid en welkom to Jackass. Dus we zijn hier nu binnen in dat, ja, weet ik veel, in dat cafeetje. En er is hier niet echt iets te zien. Het is gewoon, ja, een beetje random shit. En ja, we zijn hier. Holy shit. Ryan, wat hebben we gevonden? Dus hier waren iets voor de poker of zoiets. En we zien dikke illuminatie shit. Dikke illuminatie. Yep. Holy motherfucking shit. Ryan, do you want to see a card trick? Yeah, I do. You see these cards? Why did you do that? Pure Illuminati confirmed. Quinten, waar ben je? Quinten? I'm here. Nog steeds op jacht achter speciale dingen. We hebben al Illuminati gevonden. We hebben al rare card tricks gedaan. We hebben al allemaal random shit gedaan. Maar het is nog niet gedaan. Wat we hier ook in het museum hebben gevonden is... pure porno. Wij zoeken nu naar nog een verdieping. Want er zijn hier superveel verdiepingen. Maar ze zijn gewoon allemaal gehyped. Zo. Dan moet je het ene moment zo over een ladder of zo en shit. Dus wij gaan nu naar het volgende verdiep. Let's go. Ja mannen, even tijd voor een plaspauzeke. We staan hier in de toiletten van het museum. Respect aan het museum dat ze hier ook toiletten hebben. Heel neig, super cool. Als jij een keer in Mechelen bent, kom zeker een kijkje nemen in het speelgoedmuseum. Zeker de moeite waard. Wat zie je? Oppassen. Wat zie je? Wat zie je? Ik kom zo niet. Hier, geef die camera, wacht even. Ik weet niet waar dat we zijn. We gaan erover als echte badasses. Let's go. Hoe ga je daar terug over? Ik weet niet waar we nu zijn. We zijn gewoon over die muur gesprongen. Er is daar een deur, hier. We gaan daar door. Ik ga nu die nooduitgang proberen open te doen vanaf hier. Dus let's go. Hier dus in de verboden afdeling. En we gaan nu gewoon random shitten door die deur. Holy shit. Er staat hier weer allemaal drank. Kijk, what the fuck? What the fuck? Check. Oh my god. Dat is een fucking nest. Zie je dat hoofd? Oh my fucking god. Kijk eens, dat is fucking cool. Oh, doe dat binnen, doe het. Doe dat binnen. Ga binnen. Doe het, doe het. Dit is geen pussy. Je bent toch naar een vijf geweest? Ga binnen. Ga binnen met Allah. Die boppen. Doe het gauw. Die boppen zijn eng. Shit. Holy shit. Oh, je kijkt die clownhoofd.
Oh my god. Kijk hier. Check al die poppen. Holy mother fucking shit. Check die kloonhoofd. What the fuck? Als het nu allemaal tot leven komt. We zijn daar weer weg. Dat was wel epic. Dat was wel eventjes verschieten met die poppen en zo. Waarom dat daar ligt. Geen flauw idee. Maar sowieso gaan we hier nog dingen ontdekken in dit rare museum. Er zijn nog 3 verdiepen. Dus let's go. Oké, we hebben het nu allemaal door. We zijn nu weer door de deur. En dit is een afdeling in het museum die gesloten is. Dus wat hebben wij gedaan? We hadden een sleutel gevonden in de andere zaal. Ik ga jullie nu een klein stukje laten zien waar ik die deur open doe met die sleutel. Maar dat was niet echt. Op dat moment konden we dat niet gebruiken voor de vlog. Dus ik toon jullie nu het stukje waar ik die sleutel gebruik. De sleutel heb ik uit die deur getrokken. En nu zijn wij hier in een afdeling die gesloten is voor bezoekers. En alles ligt hier overhoop. Het is hier volledig gestort. Maar wij zijn hier toch binnen geraakt. Dus de vraag is, hoe maak je van een saai museum een leuke plek? Acid style. Als jullie op zoek zijn naar Playmobil boten, dan kan je ze bij Pof halen. En hier kun je allemaal leuk speelgoed nemen. Oké, dus we zijn hier nu in de hang. Ryan is hier doorgegaan. En holy shit. Quentin, geef ik er een lamp? Ja. Wacht, nee, ik heb het zelf niet. Ik heb een flashlight gevonden voor hier door die hang te lopen. Het is hier echt super groot. En ik weet niet, alles ligt hier op de grond. Heel die afdeling is hier gesloten. Lijkt echt, ik weet niet. What the fuck? Ryan, what the fuck? Wat is er? Why? Holy shit, wat is er, dude? Achter zo'n gordijn. Ik zweer je, dat is zo gestoord, ding. Holy shit. Weg. Loop. Shit. Holy shit, er is daar een gordijn. Wacht, Ryan. Wacht. Oké, doe het gordijn open. Holy shit. Holy fuck. Oh my fucking god. What the fuck, projector shit. Daar staat er dood Star Wars speelgoed. What the fuck. Holy shit. Waar de fuck zijn we? Doet je me eerst slot open? Doe eerst dat slot daarboven. Dat heeft daar niks mee te maken. Jawel. Sowieso. Doe dat slot om. Trek dan naar beneden. Want... Ja. Is er daar beneden nog een? Nee, doe niet. Hier. Waar is dat? Zo. Waar de fuck zijn we? Hier weer. Hè? Ah ja, dat is hier. Doe het, Ryan. We hebben hier heel de tour gedaan. What the fuck? Holy shit. Holy shit. Eigenlijk is dat best raar dat je in een speelgoedmuseum een afdeling hebt waar je niet naartoe mag, maar waar dat alles wel staat. Ik weet eigenlijk niet hoe dat komt. Wel fucked up dat we hier helemaal door zijn kunnen gaan. Het was ja, fucking droog. We zijn wel 3 keer gewoon door deuren kunnen gaan waar dat wij shit hebben gevonden dat nog nooit, ja, wat normaal niet gevonden mag worden. Totste was toch die kamer met die projector en shit, waar ik nu jullie nog een klein stukje van ga tonen, die ik daarnet niet had gefilmd. Dus ik zou zeggen, enjoy. Oké, dus ik ga jullie nu laten zien wat er nog allemaal in de kamer van die projector staat. Het is hier erg donker, dus Quentin heeft 2 iPhones vast die op flashlight staan. Dus wij gaan nu door. Let's go. Oké, jongens, we pakken de brandblusser. Daar kan een alarm aan zitten. Hè? Nee, niet doen. Laat dat gewoon. Niet doen. Laat gewoon laten. Ja. Wat was dat? Laat het gewoon hangen. Oké, guys. Hier zijn we dus in de kamer met de projectors. En wat ik jullie wil tonen is... Dit is een fucking nieuwe projector. En daar, ik weet niet of jullie het kunnen zien, is er een soort van projectiescherm waarop deze ding dan projecteert en films toont. Het enge is, daar hier echt wel dvd's liggen en shit. Dus misschien kunnen we op een of andere manier die film afspelen en die dvd-speler. Nee. Doe het opstaan. Oké, dus we hebben net gecheckt. Daar staat er ja, een soort van energie-ding. En de kabel, deze kabel... Ja, zit veel te ver weg. En we vinden niet echt waar we die op moeten aansluiten. Kom eens, kind.
zit ook verbonden met alles. Hè. Het is misschien beter dat we hier kunnen weggaan. Want als de security komt, dan worden wij waarschijnlijk uitgezet. En ik weet niet wat er allemaal kan gebeuren. Dus er zijn allemaal dure shit. Daar zien jullie gewoon een gat naar de nooduitgang. En daar stonden wij in het begin van de vloggenlijn. Dus eigenlijk zijn alle verborgen kamers met elkaar verbonden. Dus elke keer als je in een museum bent, zoek echt naar verborgen kamers. Let's go. Oké, dus guys, we hebben hier de sleutel. En wij dachten dat hij de loper was, maar... We hebben hem geprobeerd op deuren en hij kan erin, hij past erin, maar hij draait niet. Dus dat betekent dat hij loper is, maar dat gewoon een sleutel is van dit gebouw. En ja, we gaan nu waarschijnlijk weggaan. En ja, de fun is er. We zijn overal geweest. We hebben ons al geamuseerd. Was het leuk, jongens? Ja. Dus we gaan nu naar buiten. Het is nog maar 3-4 uur. Dus we kunnen al een beetje chillen. Hey, we gaan nu naar buiten. Mannen, let's go. Oké, dus we gaan nu in de lift, guys. Het is tijd om naar huis te gaan. Ja, we hebben alles een beetje gezien. En ja, ik denk dat we alle deeltjes van het museum hebben gezien. Dus nu in de lift, let's go team. Let's do this. We moeten gewoon naar één. Hey, wat u daarop doet. Zo op alle knopjes doen, holy shit. Hey, maar waarom doet... What the fuck, het is maar 3 verdiepen. Ik vind het dubbel. Het is hier toch maar 3 verdiepen. What the fuck? Wij zaten op de 3e verdieping. What the fuck? Dude, serieus, wat is holy shit. Man. Ik hoorde daar net, toen we bij die poppen waren, iemand zo voetstappen. Ik zweer. Holy shit, holy shit. Maar is er een knop om terug te... Oh my fucking god. Er zijn hier allemaal gezelschapsspel. Holy shit. What the fuck? Check daar, Ryan. Check al die naam. Die licht komt naar boven. Nee, nee, stop. Holy shit. Alles dat hier ligt. Het is hier allemaal speelgoed. What the fuck? Kijk daar in het ding. Holy shit. What the fuck? Er staat hier gewoon een random BMX. Allemaal random. What the fuck? Holy shit, ja. Holy shit. Allemaal oude computers af te halen in het speelgoedmuseum. Holy shit. What the fuck? Ja, doe om, doe om. Holy shit. Had erin, had erin. Fuck, zei we. Quinten! Wie doet dat op? Ik heb een fucking hoop. Zijn lekker. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Okay, guys. We willen echt doorgaan. We horen radio en daar zit serieus zo'n kerel. Ja. We kunnen niet door. We willen echt naar het einde van die gang gaan. Maar het verschil met de verlaten locatie. En dit is
Dat is een verlaten locatie. Wij zijn gewoon in een museum. Inbrekers zijn we. Ja, wij zijn gewoon aan het inbreken in een museum die open is. En ja, waar dat wij zijn, dat is gewoon fucked up. We zijn op afdelingen dat we jullie zagen het in het begin van de vlog. Ik dacht van what the fuck, waar zijn we? Maar holy shit, licht is ook uitgevallen. We hebben hier gewoon echt. Ik denk dat het nu beter is dat we weg kunnen gaan. Ja, jullie hebben ook gezien dat ik daar op een bepaald moment bij een ladder stond en bij een trap. Daar kunnen we gewoon niet op. Het is beter dat we hier gewoon weggaan. We trillen allemaal. Er speelde daar een radio op het einde van die gang. Het is beter dat we hier weggaan. Oké, guys. Dude. Wat er net is gebeurd, jullie waarschijnlijk niet geloven. Die lift waarmee dat wij naar de bovenste verdieping zijn gegaan. Op het einde gingen wij dus weg. Zo stil als we konden. Ineens zei Ryan, ik heb de deuren zien opengaan. En Quinten en ik geloofden dat natuurlijk niet. En wij zeiden gewoon, doe het, ga gewoon weg. We nemen de lift, we gaan terug. Wij stappen in de lift. En dat wij in de lift stappen. Zeg maar. Toen kwam er zo'n oude man echt zo fucking stil. Zo voorbij. Wat doen jullie hier? En net op we zijn we gewoon weggegaan. Net op het moment dat hij een stap wou nemen bij de lift, ging die deur toe en is die lift gewoon naar beneden gaan. Wij zijn zo snel mogelijk weggerust. Als je ooit een keer in Mechelen bent, kom naar het Speelgoedmuseum. Echt waar, dude. Het is fucked upper dan je denkt. Er zijn zolders, er is nog veel meer. Echt, we moeten hier ooit nog een keer naar terugkomen. Ja. Sowieso. We hebben net iets gedronken in het HEMA restaurant shit ding. En we hebben echt nog gewoon de beelden teruggekeken van net in het museum ding. Dat was chill, Quinten. Ja. Het was een keer iets anders in de vlog. Het was meer een soort van verlaten locatie. Maar ik heb wel heel de dag gevlogd. Het is nog lang niet gedaan. Het is nog maar net 7 uur. En ja, ik denk wel dat jullie aan de lengte van de vlog kunnen zien dat we ons werk hebben ingestoken. Oh. Het editen had ook niet makkelijk geweest zijn. Ja, als jullie dat kijken, heb ik dat allemaal gedaan. Ik hoop dat jullie het een beetje vet vonden, zo, dat ik dat geëdit heb, de verlaten locatie en shit. Check zeker hun channel. Ja, maar echt, mijn channel checken. Nee, maar nu... En dit is het masker dat we hebben meegenomen uit het museum. Nee. Zeker bedankt aan Quinten en Ryan om dat te fixen, dat we in dat speelgoedmuseum konden gaan. Het was chill, ik dacht dat het fucking saai ging zijn, maar we hebben er echt een leuke dag van gemaakt. Nog even naar de winkel, wat dingen kopen en dan heb ik de trein terug. En ik moet 3 uur op de trein, dus let's fuck shit up. Ik ben nu naar de trein aan het stappen. Nee, hou daar eten heel te veel. Dus we zijn nu op weg naar het station. En dikke reclame voor Dr. Pepper Cherry. Super lekker, echt kopen als je dat ziet in de winkel. Het is limited shit of zo. Je vindt het niet overal. We zijn nu op weg naar het station, ik moet naar huis. Piep moeten we nog wat searchen en Destroy gaan recorden met Kastie op. Als deze vlog online staat, staat die Funny Moments waarschijnlijk ook al online. Dus check Kastie op zijn channel ook een keer. We kunnen waarschijnlijk wel raden wat er is gebeurd. Quinten, zeg maar. Oh ja, dan zou ik wel een treinje nemen. En de deur ging het toe. Het was te laat. Ik was te laat en ik was er nog. Ik ben er nog naartoe kunnen lopen. En die mevrouw in die trein stond daar zo. Nee, je bent te laat. En ze doet de deur dicht. Ik dacht, fuck alle fuck shit. Maar binnen 6 minuten heb ik weer de trein. Dus ja. Oula, we gaan die vrouw kapot gaan. Beste mensen, jullie snappen jullie leven nu waarschijnlijk niet. Why the fuck is de kwaliteit ineens zo slecht? De micro anders, alle shit. Terwijl ik deze video aan het editen ben, merk ik ineens op dat ik geen einde heb van deze video. Het kan zijn dat die files corrupted zijn, dat ik die files per ongeluk heb verwijderd. Of dat ik gewoon blind ben en dat ik ze niet zie staan. Dus ik heb geen einde van deze vlog record, dus ik doe het nu even. Bedankt om te kijken naar deze vlog. Vond jij het leuk? Wil jij meer vlogs? Spam dat duimpje omhoog. Deel deze vlog met je vrienden. Het was een keer iets anders. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik heb er in totaal 4 uur aan geëdit. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ben Acid. En ik zeg, tot de volgende keer.